Rogier, Princess Volume hebben we al besproken, maar nu de Plus-versie. Wat is daar dan het verschil mee? Nou, Princess Volume Plus. Ja, hoe moet je dat nog een overtreffende trap doen? Dus met de Plus. Ja, hij was al goed. Nee, Princess Volume Plus is eigenlijk een middel die de firma die dit middel produceert, het is een hyaluronzuur, hebben gedaan om echt het volume aan te Deze kunnen pakken. Deze is echt voor het volume. Dus. Volume. Ja. En dus jukbeenderen, kaaklijn, slapen, daar wordt het voor gebruikt. Oké. En wat mogen, want dat zijn de mogelijkheden, dus hoor ik al, maar wat mogen mensen verwachten die het gaan gebruiken? Nou, als ze dit middel gebruiken, een goed resultaat, houdt ongeveer 1,5 jaar aan. En afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid die je nodig hebt. Moet je terugkomen? Inderdaad. En dus het is echt een filler op volume. Ja, precies. Duidelijk. Dat klopt. Dus we hebben de Princess Volume Plus deze keer. Dus ook weer een filler uit de Princess-lijn, die dus net wat goedkoper is in gebruik dan andere fillers. Hè. Ja. En deze is met name voor het volume creëren geschikt. Dus bij de jukbeenderen, bij de slapen bijvoorbeeld, bij de kaaklijn. Precies. Ja. Top! Oké. Okay.